Ik ben Pieter Hak, de oprichter van RedStack. En wij ontwikkelen techniek om duurzame stroom te winnen uit het zoetwater en zoutwater. Onze innovatie is dat we het zout uit het zoutwater gecontroleerd naar het zoetwater laten gaan en daar elektriciteit uit winnen. De membranen die bouwen we bij elkaar in een stapel. Er komt ook het zoet en het zoutwater doorheen en dat noemen we dan een stack. Dat is onze generator, onze batterij. Deze proefinstallatie op de Afsluitdijk, daar produceren we nu genoeg stroom voor een paar huishoudens. De volgende stap is dat we naar een demonstratieinstallatie willen gaan, ook hier op de Afsluitdijk, voor een klein dorp van elektriciteit te voorzien. Maar bij de eind van de dag gaan we toepassen, onder andere in het Rotterdamse, waar we echt dan wel genoeg stroom kunnen maken voor een hele provincie. In tegenstelling tot zon en wind is Blue Energy wel vol continu. En daarmee is het een hele goede aanvulling in onze energiemix.